van Van Gaal. Het vertrouwen van Van Marwijk. Er zit er nog één. Ja, heb je nog iets van Foppen geleerd? Ja, dat was het begin. Nee, Foppen heb ik meegemaakt bij Jong Oranje. En bij het WK 120. En dat was een groep waarin de status van spelers heel verschillend was. Sommigen speelden al bij een club in de eredivisie. Sommigen speelden in het buitenland. Sommigen speelden nog in het tweede elftal. Of de jongteams van tegenwoordig. Ja, ga dat maar eens managen. Want status binnen een groep. Dat wordt ook wel bepaald door waar je speelt. Als jij al een grote jongen bent in een buitenlandse competitie of in de eredivisie of je komt net kijken. Maar goed, dat was fantastisch om mee te maken. Wat was de kunde van Foppen? Hoe deed hij dat? Nou, hij was ook heel duidelijk. Weet je, geen poespas en gewoon gaan. Foppen is de baas. Ja, Foppen deed zelf ook nog mee. Dus dat was ook, ik vond het fantastisch. Deed je mee? Zoveel energie aan de warmte. Met trainingen? Ja. Ja hoor, dat ging. Ja, niet alles. Nee. Maar het begin altijd. Altijd. Dus, waarom is dat? Waarom? Omdat ik het lekker vond. En omdat ik dan ertussen liep. En dan keek ik naar de koppen en dan wist ik precies. En daarna werd er heel op ertussen. Dan weet je hoe ze zich gedragen, wat ze denken. En er waren er inderdaad wel een paar bij. Die hadden een heel groot ego, hoor. Dus die was wel goed om daar even langs te lopen. Zei, hey, doe je normaal, joh. Ook een hele belangrijke les. Je hoort hem, hè? Dat werkt, hoor. Ik begon met Core Stability. Was ik een van de eersten in het land die dat in voetbal deed. En dan ging ik staan. Ja, en ik bleef staan. En zij vielen in elkaar. Ja. Nou, dat is overdreven. Ja. Maar goed, de dachten ze, zo keken ze naar me. Dus ja, het waren wel fantastische momenten. Dank allemaal.